Breda Nu. Je weet het meteen. Goedemiddag. De klok heeft 2 geslagen. Dat betekent dat wij gaan beginnen met de herdenkingsplechtigheid. Overdracht van de geschiedenis aan de jongere generatie is geborgd. U ziet hier vanavond ook de scholieren van, zoals ik het net noemde, de Katholieke Basisschool Levensloop. Zij zullen ook een actieve bijdrage leveren aan deze herdenking. Meneer de burgemeester, hartelijk dank voor uw komst. Mag ik u uitnodigen om uw toespraak te houden? Zo eenvoudig. Nederland werd bevrijd op 5 mei 1945. We leerden het, was het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ja, misschien hier in Europa. We zeggen het bijna automatisch. Maar het is niet het hele verhaal. En zeker niet het hele verhaal voor u. Want voor veel meer, voor voormalig Nederlands-Indië, markeert veel meer dan 15 augustus 1945, met de capitulatie van Japan, het einde van de Tweede Wereldoorlog. Maar waar in Nederland er sprake was van de bevrijding en het einde van oorlog en geweld, betekent dat in Nederlands-Indië allerminst het einde van oorlog en geweld. Allerminst het einde van de vijandigheden. Want 2 dagen na de capitulatie van Japan begon de onafhankelijkheidsoorlog. Mag ik dan Ralf en Thijs naar voren vragen? Ik wil een verhaal vertellen. Het verhaal van een man met een heel lang verleden en met veel ervaringen. Een man waarvoor ik veel respect voor heb. Mijn overgrootvader, Albert Brouwers, opa Appie. Aan het begin van de oorlog werkte opa bij de zoeklichtencompagnie. Direct na de capitulatie werd hij krijgsgevangen genomen en moest naar de gevangenis. Maar daarom stapte hij snel. Pas zo'n 70 jaar na de oorlog voelde hij zich erkend als oorlogsslachtoffer. Als ik bij opa kom, is hij altijd blij. En ontvangt me met de open armen. Hij en ik vinden het altijd jammer als ik weer naar huis ga. De tijd is altijd veel te kort. Natuurlijk krijg ik altijd lekker eten mee, zoals het bij echt Indo altijd gaat. Ik ben heel blij dat zijn verleden erkend is. Op Appie, Trine Kassibanya en bedankt u voor uw aandacht. Every day, every night, follow me. Sing along, follow me. Ride along, ride along. Now hold on and sing, hold on and sing. A song for the children. Sing a song for the children. Wij gaan nu over tot de herdenkingsceremonie. Is dit de eerste keer dat u deze herdenking meemaakt? Het is voor mij in Breda de eerste keer dat ik de herdenking meemaak. En hoe hebt u het ervaren? Dat is zeer indrukwekkend. De opkomst, de betrokkenheid van mensen, de vrijwilligers die erbij waren. Gelukkig ook de scholieren die tijdens hun vakantie op deze manier ook respect tonen aan hetgeen wat er in Nederlands-Indië gebeurd is. En ik vind dat heel erg belangrijk, want een verleden blijft alleen maar leven als we het doorgeven aan de toekomstige generaties. Hebben jullie een verhaal gehoord over de 2 oorlogen in Indonesië? Ja, van de Perzië-periode en dat de Jappen kwamen. En na de Jappen is er nog een oorlog geweest, hè? Ja. Hebben ze jou daar ook iets over verteld?
Ja, daar hebben we op school ook over geleerd en we hebben ook dit stripboek gelezen. Ik zie hier op een tafel allemaal boekjes. Wat zijn dat? We hebben interviews gedaan van de mensen bij Raffi en hebben we allemaal uitgetypt en uitgeprint voor in boekjes. Oké, meneer Kessel, dit is de laatste keer dat u opperstalmeester bent van de Indië-denking. Hoe vaak hebt u dat al gedaan? Als ik eerlijk moet zijn, dat weet ik niet eens. Ik ben, begonnen in 2011. Want toen werd ik benaderd door Magda Wallenburg. Echt met pijn in het hart neem je afscheid hier? Nou, afscheid, ik wil niet vergeleken worden met Heintje Davids. Maar als het zo uitkomt dat de vakantie op een ander moment zou zijn, dan zou ik wellicht hier weer staan. Want ik doe het met heel veel plezier. En het is een eer om het te mogen doen. Want ik vind dat het gedaan moet worden voor al diegenen die de ellende hebben doorgemaakt om ons dit leven te geven wat wij nu hebben.